Hoi, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een video die nu echt al mega vaak wordt aangevraagd. En dat is natuurlijk een schoolspullenshowblog. Ja, het is echt wel heel grappig, want vorig jaar had ik ook zo'n schoolspullenshowblog gemaakt. En toen had ik nog maar iets van 700 abonnees of zo. En nu heb ik er gewoon al bijna 13.000. Dus als je dit jaar op mij bent geabonneerd, echt heel erg bedankt daarvoor. En als je nou nog niet bent geabonneerd, doe dat dan natuurlijk ook zeker nog even. Ik maak heel vaak schoolvideo's en motivatievideo's. Dus als je dat leuk vindt, zou ik het heel leuk vinden als je zou abonneren. En ja, laten we nu maar gewoon gaan beginnen met deze schoolspullenshowblog. Ik en Noora zijn eventjes in de HEMA. We gaan schoolspullen kopen voor volgend jaar. Ik koop dus, zoals iedereen in Nederland, mijn schoolspullen altijd bij de HEMA en bij de Action. Dit jaar ben ik alleen naar de HEMA geweest, omdat de dingen die ik normaal altijd bij de Action koop, dat zijn gewoon pennen en al die basic dingen, maar die had ik allemaal nog. Dus ik ben alleen naar de HEMA geweest en ik heb daar wat beelden gemaakt van wat er allemaal was. Want ik heb natuurlijk niet alles gekocht, maar dan kunnen jullie toch even zien wat ze allemaal hebben. Die ga ik echt halen. Die is echt heel leuk. Oké, zoals jullie kunnen zien ben ik aardig geslaagd bij de HEMA. Maar ik heb hier ook nog een paar andere schoolspullen die ik vorig jaar heb gebruikt, die ik dit jaar weer ga gebruiken. Want ik dacht, ik laat jullie gewoon al mijn schoolspullen zien die ik gebruik. Want dat is misschien wel handig. Dan kunnen jullie een beetje kijken wat jullie misschien ook zelf willen kopen. Dus dat. Maar dit jaar wordt wel echt een ander soort schooljaar voor mij dan normaal. Want voor degenen die het nog niet weten, ik ga een half jaar studeren in Spanje. Super spannend. Ik ga van september, dat is over 2 maanden, tot februari ga ik dus naar school in Spanje. Dus ik dacht, ik koop gewoon lekker allemaal nieuwe schoolspullen. Want dat vond ik wel leuk. Ja, ik ga het nu echt allemaal aan jullie laten zien. Oké, ik begin even met mijn schooltas. Dit is hem. Ik gebruik deze al 4 jaar of zo, denk ik. En ik ga hem dit jaar gewoon weer gebruiken. Echt, als je ergens in wil investeren voor school, zou ik zeggen, koop een goede schooltas. Want je gebruikt dit gewoon elke dag. En als je er zuinig mee doet, kan je hem dus ook echt jarenlang gebruiken. Dit is echt een hele fijne tas. De binnenkant is lekker groot. Dat is natuurlijk wel belangrijk. En er zitten ook allemaal verschillende vakjes in, waardoor je alles gewoon goed kan sorteren. Ja, ik vind het zo'n fijne tas. En ik heb eerder ook wel rugtassen gebruikt. Maar ik vind zelf zo'n handtas gewoon wat leuker staan. Dus deze ga ik dit jaar sowieso weer gebruiken. Dan iets wat ik standaard in mijn schooltas heb zitten. Is deze Dopper waterfles. En voordat ik deze had, gebruikte ik echt elke dag plastic flesjes. En dat is natuurlijk gewoon best wel slecht voor het milieu. Ik ben er eerlijk gezegd niet heel erg mee bezig. Maar ik weet wel dat het gewoon veel beter is om zo'n fles te gebruiken dan elke dag zo'n plastic flesje. En deze fles vind ik eigenlijk ook gewoon veel mooier. Dus die gebruik ik elke dag. Dan heb ik één ding die niet van de HEMA komt, maar van het kruidvat. En dat zijn deze Stabilo markeerstiften. Zoals jullie misschien al weten heb ik ook deze set met markeerstiften van Stabilo. En die gebruik ik echt elke dag voor school. Met samenvattingen, met planningen. Ik gebruik hem gewoon zo vaak dat ik dacht, deze wil ik ook wel hebben. Want deze laat ik dan gewoon mooi op mijn kamer staan. En deze kan ik dan makkelijk meenemen naar school. Want het zijn ook gewoon wat dunnere pennetjes. Dus zeker heel blij hiermee. Het is echt een aanrader om markeerstiften te kopen voor school. Dan gaan we nu echt door met de spullen van de HEMA. En als eerst heb ik hier mijn etui. Deze etui heb ik vorig jaar gekocht bij de HEMA. Maar ik zag dat ze hem dit jaar weer hadden. Dus ik dacht, ik laat hem toch nog even zien. Want hij is zo leuk. Ik vind hem sowieso heel mooi eruit zien. Maar hij is ook wel echt heel handig. Want hij heeft dus 2 van die super grote vakken. Dus je kan in 1 kant bijvoorbeeld al je pennen en alles doen. En aan de andere kant gewoon een schaar of Tipex. Gewoon echt een hele fijne etui. Dus die ga ik sowieso dit jaar weer gebruiken. Dan het eerste wat ik echt dit jaar bij de HEMA heb gekocht. En dat is deze mini agenda. Hoe schattig is deze? Heel eerlijk gezegd gebruik ik niet echt agenda's. Ik gebruik zelf vaker planners. Ik heb bijvoorbeeld deze planner van Masha en George V. Dat is een weekplanner. En ik gebruik ook vaak deze deskplanner. Kijk, dat ziet er dan zo ongeveer uit. Dus ik gebruik niet echt agenda's. Maar zoals je kan zien zijn deze planners best wel groot. Dus ik denk dat deze toch wel van pas gaat komen als ik gewoon even snel ergens heen moet. Bijvoorbeeld als ik geen grote tas mee wil nemen, maar toch even snel een agendaatje mee wil nemen naar school of gewoon ergens naartoe. Dan denk ik dat ik deze toch wel ga gebruiken. En even, ik kon hem sowieso niet laten liggen. Hoe schattig is deze agenda? Dan heb ik hier iets wat helemaal matcht bij die mini agenda. En dat is dit notitieboekje. Deze vond ik zo mooi, gewoon met dat roze en goud.
ik weet niet, maar het is gewoon helemaal mijn ding dit jaar. En dit is gewoon een basic notitieboekje met van die lijntjes. Ik kan daar gewoon niet genoeg van hebben. Ik gebruik dat zo vaak. Gewoon voor aantekeningen in de les en zo. Al die dingen. Dan zag ik nog iets super randoms tussen de schoolspullen staan. Namelijk dit wegwerpcameraatje. En heel eerlijk gezegd snap ik niet echt waarom ze dat tussen de schoolspullen hebben gezet. Maar eigenlijk is het wel een heel leuk idee. Want hoe leuk is het om gewoon foto's te maken met je vriendinnen op school. En het dan te laten uitprinten. Dat is toch leuk? Want je maakt nu vast wel vaak foto's met je telefoon en zo. Maar met zo'n cameraatje is het toch wel echt een andere vibe. Ik weet niet. Ik vind het gewoon heel leuk. Ik ga dit sowieso gebruiken in Sevilla om gewoon lekker foto's te maken. En dan uiteindelijk ga ik er gewoon een fotoboek van maken. Ja, echt heel leuk. Dan had ik nog twee nieuwe fineliners gekocht. Ik ben echt die meid die altijd haar samenvattingen en planningen altijd helemaal perfect wil maken. Dus met zo'n fineliner kan je gewoon heel netjes schrijven. Dus daarom had ik maar gewoon twee nieuwe gekocht. Ik gebruik altijd zelf die van de HEMA. Dan had ik nog een pak van deze basic lijntjeschriften van de HEMA. Deze koop ik ieder jaar. En dit jaar heb ik ze natuurlijk in het roze gekocht. Ik weet niet, maar ik had gewoon zoveel spullen in het roze. Dus ik dacht, dat is wel leuk om die schriften ook roze te kopen. Maar je hebt ze echt in heel veel verschillende kleuren. En waarom ik deze altijd koop, is omdat ze zo'n band hebben. Ik gebruik echt alleen nog maar schriftjes met een band. Nooit meer zo'n ander schrift. Omdat ik heb gewoon het gevoel dat deze schriften veel langer mooi blijven. En ik kan er ook veel netter in schrijven. Omdat je gewoon heel die bladzijde omslaat. En dan heb je veel meer space voor je hand om het gewoon netjes te schrijven. Ik weet niet, ik gebruik altijd deze. Dan heb ik nog hetzelfde pak, alleen dan met van die blokjes schriften. Die heb je natuurlijk nodig voor wiskundige vakken. Dus daarvoor heb ik deze gehaald. Oké, dan zag ik echt nog iets super cools. Namelijk pennen die je kan uitgummen. Ja, dat zijn dus eigenlijk gewoon potloden. Maar dan pennen. Maar ja, ik dacht, hoe cool zou dat zijn als dat werkt? Want ik ben zelf best wel perfectionistisch. En als ik samenvattingen maak en planningen, dan wil ik eigenlijk altijd dat het perfect is. Dus als ik dan een foutje maak, begin ik gewoon heel vaak gewoon weer opnieuw. Ja, het is echt erg. Maar als ik nou een pen heb die ik kan uitgummen, dan zou dat echt super handig zijn. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar laten we dat even nu doen. Oké, ik heb hier dus de uitwisbare pen en ik ga het nu proberen. Oké, ik heb wat geschreven. Hey. En nu ga ik het uitgummen. Proberen dan. Oh, het werkt! Wacht, kijk of het echt goed weggaat. Ik weet niet. Je ziet het nog wel. Je ziet het niet meer echt. Het is voor een heel klein foutje oké. Maar je kan er niet een hele zin mee weghalen. Dat gaat niet. Mijn perfectionisme kan daar alsnog niet tegen. Zo jammer. Dan heb ik hier nog een pak met 8 snelhechters. En nu denk je misschien, ah joh, ik heb geen snelhechters nodig. Dat dacht ik dus ook altijd. Maar toch, ieder jaar heb je wel weer een snelhechter nodig. En ik heb het zelf nog nooit gekocht, want elk jaar vroeg ik gewoon aan iemand van, hoi, mag ik even een snelhechter van jou? En dan kreeg ik er altijd wel eentje. Maar dit jaar ga ik natuurlijk studeren in Spanje. Dus ik dacht, ik wil gewoon alles zelf op orde hebben. Dus ik heb gewoon maar een pak gekocht. Hier zitten er 8 in, dat zal wel genoeg zijn. En het zijn gewoon in leuke pastelkleurtjes. Dus als je echt helemaal 100% voorbereid wil zijn, zou ik zeggen koop ook zo'n pak. Want je hebt het sowieso wel een keertje nodig in het schooljaar. Dan heb ik hier nog een documentenmap. En dat is een map met van die lege vakjes voor losse blaadjes. Kijk, zo ziet dat eruit. Nou, op school krijg je natuurlijk super vaak losse blaadjes die je moet bewaren. En ik raakte ze echt altijd kwijt voordat ik zo'n documentenmap gebruikte. Of ik was ze kwijt, of ze waren gewoon helemaal verkreukeld in mijn tas. Dus sinds ik dit gebruik ben ik echt veel georganiseerder met al die losse blaadjes. Maar waar ik hem ook voor gebruik is een soort herinneringenmap. Dus ik heb dan ieder jaar, koop ik zo'n map. Dit is bijvoorbeeld die van mij van vorig jaar. En dan elke keer als ik iets terugkrijg wat ik wel wil bewaren, wat ik echt niet kwijt wil raken, stop ik het in deze map. Kijk, zo ziet het er dan uit. En dan bijvoorbeeld aan het einde van je middelbare school heb je dus allemaal van die mappen. En dat is gewoon echt een hele leuke herinnering. Want als je niet zo'n map hebt, dan raak je toch wel dingen kwijt. Dus ik zou zeggen, investeer 2 euro en dan heb je toch wel hele leuke herinneringen. Dan als laatste van de HEMA heb ik hier nog een daily planner. En als jullie me al kennen, weten jullie echt dat ik heel erg hou van plannen. Ik liet jullie net al een paar van mijn weekplanners zien. Ik gebruik Notion. Ik heb hier nog een daily planner die ik heel vaak gebruik. Deze is trouwens van Amazon. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten, want hier krijg ik heel veel vragen naar. Het is echt een hele fijne planner, dat wel. Want je kan deze dus ook per dag indelen. En je kan je dankbaarheid erop schrijven, een to-do-lijstje, notities.
Een heel fijn boekje. Maar deze zal ik dus wel even in de beschrijving zetten. Maar deze is dus gewoon van de HEMA. En dit is wel echt weer een ander soort planner. Want hier kan je echt per tijdsblok je dag indelen. Dus het begint om 6 uur 's ochtends en het eindigt dan om 9 uur 's avonds. En dan kan je dus per uur kan je iets opschrijven wat je dan wil doen. Super fijn. Ik hou mezelf altijd veel beter aan planningen als ik dat doe in tijdsblokken. Dus deze ga ik zeker heel vaak gebruiken. Oké, ik zit even in mijn woonkamer, want ik heb net namelijk een heel leuk pakketje binnengekregen. Ik wil dat jullie het meteen laten zien. Het zijn namelijk nieuwe stationery producten van Jis de Label. Dat is van Jiska, Jiska Stuy, misschien kennen jullie haar wel. Dat is een vriendin van mij en ze heeft dus haar eigen stationery bedrijf opgezet. En ze verkoopt echt mega leuke dingen, zoals dit notitieboekje met My Notes erop. En deze met Come As You Are. En ook hele leuke kaartjes, zoals een dikke kus door de brievenbus of happy birthday, gefeliciteerd. Echt mega leuke dingen. Ze heeft dit allemaal helemaal zelf ontworpen. Dus dat vind ik echt heel knap van haar. En wat ook nog heel leuk is, is dat ik dit setje 2 keer heb gekregen. Dus dan kan ik er ook eentje aan jullie weggeven. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te abonneren op mijn kanaal. Deze video een duimpje omhoog te geven. Jis de Label te volgen op Insta. En een reactie achter te laten waarom je graag zou willen winnen. Maar als je nou niet wil wachten op de winactie, heb ik ook nog een kortingscode voor jullie. En trouwens, dit is allemaal helemaal niet gesponsord of zo. Maar Jiska is gewoon een vriendin van mij. En ik zou het gewoon heel leuk vinden als jullie wat bij haar zouden kopen. Dus de kortingscode die je kan gebruiken voor 25% korting is SHAY25. Dus kan je echt mega goedkoop al deze leuke kaartjes en notitieboekjes. En ze hebben ook nog een bullet journal. Kan je super goedkoop kopen. Nou, dan waren dat alweer alle schoolspullen die ik heb gekocht voor dit schooljaar. Ik hoop natuurlijk dat jullie er wat inspiratie uit hebben kunnen halen. En dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Als dat zo was, vergeet dan zeker niet om het duimpje omhoog te doen. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal voor alle nieuwe schoolvideo's van dit jaar. En video's in Sevilla. Ik heb er echt helemaal zin in. En ik zou het echt heel leuk vinden als jullie zouden abonneren. Dus als je dat wilt doen, dankjewel. En ja, dan wil ik jullie ook natuurlijk bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij mijn volgende video. Doeg!